Dames en heren, ik bevind mijzelf in Baron 1898. Deze remake is gemaakt door Stef Meijn. Ook de kleur van de baan klopt. En dit zou dus eventueel de layout moeten zijn voor de attractie van de Efteling. De nieuwe dive coaster die dit jaar hopelijk natuurlijk, ja daar gaan we wel vanuit, die dit jaar gewoon open gaat voor het publiek. Maar dit keer kunnen wij in dit spelletje No Limits deze attractie bereiden en kijken of het een beetje voelt alsof we echt in die achtbaan zitten. Stef Meijn heeft dus deze achtbaan opgestuurd via de e-mail via het spel van het spel No Limits. En hier komt de eerste drop waarin wij stilstaan en naar beneden kijken. En dit is natuurlijk een prachtig moment. We zien geen custom scenery, maar het gaat even alleen om de baan. Wow! En hier krijgen we de eerste halve looping. Oh, wauw. En hij heeft deze baan gebaseerd op de tekening en natuurlijk op de elementen die zijn omschreven. En natuurlijk de hele scherpe bocht op het einde. Heel vet. Dit was heel gaaf. Nou ja, dit was het korte ritje. Zoals je ziet is het ook een kleine baan, maar heeft wel een hele lekkere snelheid. Ik ben heel benieuwd. De achtbaan is natuurlijk even hoog als de Python. Maar hij gaat natuurlijk wat harder dan de Python, omdat hij dus ook nog een gedeelte onder de grond gaat. Hier krijgen we dan die halve looping. Dan gaan we door, dan krijgen we dit stukje, dan gaan we hier, dan krijgen we een bocht. En dan krijgen we hier nog een scherpe bocht. Kortom, de attractie is echt heel uniek voor een dive coaster. En daar zijn we allemaal blij om. Dit was dus de Baron 1898. Vergeet geen like achter te laten en even te abonneren in het midden van het scherm op mijn kanaal DaVinci Style Games. Tot de volgende keer. Doei doei!